En op een bepaald moment in het voorjaar zag ik hem staan en ineens kwam daar zo een pin uit, een kegel. En ik zeg, wat is dat? Maar ik had al wel een vermoeden, want ik had in het buitenland zien bloeien al. En wat uit die kegel kwam, is niet direct een plant die je in je woonkamer kunt zetten. En dat is nog eens 80 centimeter dat erbij komt. Dat is 6,30 meter. Totaal. En er is nog een nadeel verbonden aan de plant. 36 jaar in het bezit en slechts eenmaal in bloei zien staan. Dat is de eerste keer. En hetgeen dat je nu ziet, dat is ook het laatste. Want nu gaat hem dood. Maar de opvolging staat al iets verderop in de tuin. En in Zuid-Amerika genieten ze niet enkel van zijn schoonheid. En van de sap maken ze tequila in Mexico. En van de vezel maken ze zelfkoord. Is dat iets wat je zelf ook zou doen? Tequila daarvan maken? Nee. Maken we me niet doen. Drinken wel. We zullen hem eens drinken misschien.